Als die Gengar dood is, dan heb ik nog een kans. Oh, de Gengar is dood! Mario Gaming! Dag lieve Eruit, leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe Super Pokémon Eevee Edition. Vandaag hebben we geüpdate. Krijgen we blijkbaar allemaal achievements. Ben ik heel blij mee natuurlijk. Eerst ga ik even healen, voordat ik ook maar iets ga doen. Mijn man is full, laat ik even healen dan. Of even legen zo meteen. Dan kan de computer, dus ik ben benieuwd wat erin gaat. Ja, helemaal mooi. Ja, ik weet het, mijn Man is vol. Laat ik maar even legen. Man Export, Denstone, Magic Stone, Tiny Mushrooms. Allemaal shit. Dit waarvan ik niet weet wat ik ermee moet. Waarschijnlijk kan je er later mee craften of zo. Ik weet niet. Het is echt gewoon. Ja, Claybrick. Ja, je hebt er niks aan. No more items left. Nou, dat was niet heel erg vol volgens mij. Volgens mij viel het reus. Maar in ieder geval, wat ik denk dat we kunnen doen. Is eindelijk die fucking gym verslaan. Van Morty. En daar heb ik eigenlijk best wel zin in. En ik heb nu super veel Pokémon die gewoon lekker in de aanval kunnen. Lekker hoog level zijn ook. Holy fuck. Hij doet veel damage. Flame Wheel. Laat gewoon eerst even die handen uitschakelen. Met Bite en zo. Kom op. Kap met je Confusion. For fucking sakes. Wat is goed tegen Double Kick? Dat is toch Fighting? Nul. Oké, tuurlijk. Fine Whip. Of Razorleaf. Gewoon Razorleaf op die hand. Dat doet helemaal geen zak. Maar dat maakt op zich er niet zo heel veel uit. Zolang we maar winnen. Ik heb echt zo'n hekel aan dit soort gyms, hè. Heb ik niet een ander? Ik heb ook nog een Abra. Oh, die gaan we zo eventjes in ons team zetten, denk ik. Even Abra. Ik bedenk me eens. Espeon is eigenlijk ook fucking goed voor deze shizzle. Dan ben ik toch een gekkie. Dan denk ik dat niet als eerste Tetra Element hier. Nee, die niet. Psychic. Dat is veel beter. Dan kan ik gewoon Psywave doen of zo. Van Attack had hij ook alweer. En Tinkerlick met Pink is ook fucking nice. Fucking sterk. Fucking OP. Nee. Doe het niet. Niet Confusion. Kap. Oh, gelukkig. Overal gemist. Oké. Okay. Psybeam, wat had ik allemaal? Ik had toch ook Psykick? Nee, ja, blijkbaar niet. Alleen maar Confusion. Nou, laten we gewoon even hier Psybeam gebruiken. Plam. 260. Kijk, dat werkt. Dan ook even die Kadabra die we hadden. Die hoef ik alleen maar eventjes te switchen. En dan heb ik ook weer een super sterk team. Dan doe ik wel eventjes Nidoran eruit of zo. Oh, dat deed natuurlijk niks. Ha! Super slim. Hop! Dat is super veel damage. Zo'n Psybeam. Ik ga zo even Abraham in ons team zetten. Dat wordt wat. Dat wordt echt een feest. Echt een puur feest. Oké, let's go. Psybeam, nog een keer. En die is dood. Zo, 328. Dat is flink wat. Rickard! We hebben in ieder geval een sterk team voor deze gym. Poison Steam, doet dat wat? Nee, niet veel, maar doet wel wat. Razorleaf. Hoppa. Nog alleen maar een Psybeampje te doen, denk ik. Psybeam? Nee, toch niet. Ah, dat schiet niet op, jongens. Gun mij. Gun mij de kill. Oké, okay, nog één Psywave, want we gaan toch straks healen en Pokémon wisselen. Yep. Dat is één! Yay! Oeh, Toxic Gas found. Nice. Thank you. Yo-ho-ho. Let's go. Laten we gewoon even hierheen gaan. Even die. Nee. Is niet nodig, dank je. Zoveel super appels had ik namelijk niet. Even kijken hoor. Oh, maar Pokémon Management was het. Withdraw. Huh? Pokémon Management, deposit. Wie zal ik even wegdoen? Firefart, Rickert of Zuigbek? Rickert, die heeft niet zoveel aan te bieden. Pokémon Management, withdraw. Advanced Pokémon Storage Options, wat? Oké, storage. Ik wil. Waar is die? Hier, deze man. Riftwa. Oké, dus als het goed is. Even kijken hoor. Heb ik nou een. Ja, dan heb ik Hanslepel in mijn team. En als het goed is, heeft hij een Psychic aanval. Heb ik nog iets anders wat goed is hier tegen? Gewoon even kijken, even snel. Dat heb ik allemaal. Water, vuur, Shroomish, Vampy, Mareep, Weedle. Ik heb eigenlijk helemaal niks. Grimer? Nee, die heeft een poison attack. Wat is dit? Oh, Steadiosa. Nee, nope. Ben jij Rickert? Nope. Zubat? Wat heeft hij allemaal voor? Nee. Grimer heeft ook helemaal niks. Nee, ik heb helemaal verder niks. Nou, even hier. Heal. Let's go. Oké, helemaal mooi. Oké, let's go. Oh nee, vlieg op. Ik wil gewoon even weg. Laat me gewoon gaan. Oké, nou in ieder geval twee Psychic Pokémon. Gelukkig hebben we al die tijd in onze. Hoe heet het? Hebben we die Abra meegenomen. En dat komt nu wel goed uit eigenlijk.
Oh, hier heb ik niet zoveel aan. Dit is weer wat minder. Oh, ik heb een nieuwe aanval geleerd. Nice, Mistrievous, je gaat eraan. Dag, dag. Oké, jij. Confusion, op jou. Wat? Flamewheel. Wow, lekker veel damage. Lekker blijven doen. Jij kan toch overal normaal tegen. Dus dan gok ik jou gewoon lekker Razorleaf en Flamewheel. En dan doe ik lekker... Psychic attacks. Hier, dood. Blocks. Nee, niet. Oké. Okay. Confusion dan? Helaas kan Kadabra niet zo heel veel attacks. Dat was altijd wat leuker geweest. Een beetje afwisseling, hè. En dan gewoon lekker spammen op onze lieve vriend. Hoe heet het? Psybeam. Op onze lieve vriend. Wauw, die Mistrievous die heeft superveel health. Razorleaf. Wat op jou dan? Ga eens dood. Jezus. Hier. Sterf. Juist, daar gaat hij. Oké, dan kunnen we alle aanvallen focussen op Sableye nu. Is die ook weer dood? Oh, psychic attacks werken niet. Fijn dit. Dat is ook weer natuurlijk een third gen Pokémon. Die zijn weer moeilijker. Dan kan ik helemaal niks. Miracle Eye? Ik weet niet wat het doet. Het zal wel iets gedaan hebben. Het heeft in ieder geval niet gemist. Swift? Tududuk. Ook niks. Waarom doet dat allemaal niks? Ik vind het raar. Het doet helemaal niks. Dan kan ik dat niet gewoon op psychic attack doen. Dus psychic attacks en normal attacks doen geen zak. Disable. Mis. Oké, nou dat was het. Ja, wat moet ik dan doen? Ik kan helemaal niks dan. Quick attack? Helemaal niks, of course. Dus ik kan helemaal niks. Super nice. Ja, hij is wel dood. Dus dat is mooi. Oh, Hanslepel is blind. Vandaar dat hij geen aanvallen komt. Oké. Dan hoeven we er maar één te verslaan. Dus die ga ik nog wel even doen. En daarna kunnen we Morty aan gaan. Wow. Allemaal third gen Pokémon. Dusclops en Duskulls en Shuppets. Psybeam. Op jou. Allemaal level 21. Dus allemaal noobs. Hoppa. Helemaal dood. Razorleaf. Hoppa. Ga nou eens dood. Echt. Ze moeten allemaal één voor één doodgaan van mij. Hoppa. Oké, deze heb ik echt wel een heal nodig. Het wordt echt wat zwaarder dan ik denk. Psybeam. En dat is één dood. Mooi. Nog drie te gaan. Dit wordt echt iets. Recharge. Oké, dat is kut. Dat is fucking kut. Flamewheel. Wat een keer rechargen die Hans heeft. Oh, nog maar 24 health ook. Oh, dat is kut. Dan hebben we nog maar één psychische Pokémon. Dat is wel kut. Oké, Duskulls moeten er ook aan. Die zijn heel kut ook. Alle Pokémon zijn kut waar ik tegen moet vechten. Flamewheel. Juist, nog eentje minder. Oké, volgende. Psywave. Lekker naaf. Oh, wat? Wat is dat? Mis. Oh, gelukkig. Volgens mij was dat een curse. Dan ga ik Confusion doen. Disable. Oké, nou. Die Duskull die kan dus niet zoveel meer. Die Hanslepel is nog steeds blind. Dat is heel kut. Miracle... Oh, dat doet echt fucking... Kost fucking veel Miracle Eye. Ik weet niet eens wat het doet. Maar het doet iets. Psybeam. Hoppa. Flamewheel. Sterf. Oké. Oh, Razorleaf, kom op. Kom op, Hanslepel. Je kan nu eindelijk weer wat. Fusion, kom op. Juist, dat is nog eentje te gaan. Oh, flinched, firefart, super nice. Oké. Gooi gewoon lekker allemaal de laatste aanvallen die je hebt op hem. Want straks wordt het helemaal kut, want dan moeten we tegen Morty. En Morty, die is echt vervelend. Daar wil je echt niet tegen vechten. Confusion, hoppa. Flamewheel, juist, kijk. En nu kunnen we tegen Morty, dat is super nice. Hoppa, allemaal slimes. Zagpack level up, nice. Oeh. Oh, ik krijg een Golbat. Dat heb ik ook nog bij me. Wat voor aanvallen zou die kunnen? Dat vraag ik me wel weer af. Ja, dat is ook een Dark Pokémon. Ja, op zich zou ik die ook wel in kunnen zetten. Gewoon die Golbat. Want die is nu wel geëvolueerd. Dus wel sterk. En weet je wat? Laten we de Golbat ook gewoon voor één keer inzetten. Storage. Gewoon voor de lols. Dan gaat Zuigpack er even uit, denk ik. Want dat is nu weer de zwakste schakel. En dan doen wij Zubat. Waar ben jij? Of Golbat. Waar ben jij hier? Wat voor aanvallen heb je eigenlijk? Withdraw. Oké. Even healen. En safe. Ja, dit is heel raar. Want ik heb nog nooit zo'n raar team gehad. Ja, dat is eigenlijk wel het beste team dat ik heb. We hebben in ieder geval een kutbeest van level 25. Dat is best wel hoog. Een Zubat van level 25. Oh, kut. Oh, kut. Ik merk nog iets dat ik heel kut vind. Ik heb laatst cola op mijn toetsenbord voor 250 euro laten vallen. En daar was mijn toetsenbord niet heel erg blij mee. En mijn toetsen worden er een beetje zwaarder van. Oké. Jongens.
Let's go, let's fight this guy. You defeated all my gym members. I think you need some new gym members. Snile. Okay. Okay. A mind fire. Ghostly energy, ooh. Let me show you that power. Oké, dus hij gebruikt eigenlijk de geesten van de miners die dood zijn gegaan. Die gebruikt hij nu. Het is heel raar. Ik hoop dat het kutbeest een beetje goede aanval heeft. Wow, dit wordt een epische battle. Oké, dit wordt niet, ook niet iets heel fijns. Oké, wat heb ik allemaal voor moois aanvallen? Psybeam, laat ik eerst voor die Gengar gaan. Level 6. Oké, dit wordt kut. Dit wordt wat. Gewoon die hele Gengar gewoon afmatten. Van Flame Wheel op de Gengar. Wat kan jij allemaal? Wing Attack, Astonish, Bite. Oké, nice. Bite op Gengar. Met allemaal superveel damage. Oh, wauw. Hans Lepel is nu al op zijn limit. Dat is, en de rest... Oh, wauw. Ja, tuurlijk. Dit is niet wat ik verwacht had. Ik denk dat we zo... Als we dit verliezen, moeten we sowieso even gaan trainen. Want dit wordt anders gewoon helemaal niks. Kom op, jongens. Ik ga gewoon dood. Ik ga gewoon verliezen. Ik ga dit gewoon verliezen. Ja, dat is één. Holy moeder of god. Ja, die is dood. Dit schiet niet op. Ik ga gewoon proberen die Gengar uit te schakelen. Als die Gengar dood is, dan heb ik nog een kans. Oh, de Gengar is dood. Nice. Ik heb nog een soort van kans. Een soort van. De Gengar was te veel in zijn stack. De rest is allemaal level 20. Zo, dat heb ik net ook verslagen. Dat moet lukken. Dus als ik nou gewoon even een heal pak. Een goede heal. Dan kan ik er misschien wat mee. Item. Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Full Phoenix. Phoenix down. Phoenix Panoorn. Die had ik niet nodig. Dat is volgens mij een hele sterke. Die wil ik niet gebruiken. Phoenix down. Tinkelikpink. Hier. En jij gaat een item geven aan Tinkelikpink. En dat is een hyper... Een potion of een hyper? Laten we een hyper potion doen. 2000 health erbij. En dat heeft hij helemaal niet. Dat had ik eigenlijk niet moeten gebruiken. Maar ja, waar niet uit. Kunnen we altijd nog kopen of zo, denk ik. Wat is het sterkste stuk? Hunter. Hunter gaat er nu aan. Dat zijn zijn standaard Pokémon. Deze nieuwe twee Pokémon heeft hij net gevangen natuurlijk. Oh, gelukkig dit. Ik kan gewoon winnen dit. Gewoon omdat die Gengar dood is. Die was level 46. Die kon gewoon alle Pokémon's gewoon uitschakelen in twee hits. Gelukkig had ik alles op hem gefocust. En kunnen wij nu gewoon lekker in de aanslag. Kutbeest. Bite. Op. Bam. Juist. Nou zijn de twee sterkste dood. Dat is nice. Dat is een goed iets. Zal ik, ik weet het, item. Phoenix Down weer, gaan we weer gebruiken. Phoenix Down op Hans Lepel, want die is ook teringsterk in deze match. Ah, fuck. Wat zou ik doen? Defense Curl? Mag ik dat maar gewoon doen? Gewoon lekker verdedigen. Doe. Kijk, Flame Firefart hebben we op zich niet zo heel erg nodig. Maar de rest wel. De rest is echt cruciaal. Hoppa, sterf, alsjeblieft. Oh, Flame Wheels weer possible. En Psybeam op jou, sterf. Juist, nog één te gaan, jongens. En dan hebben we weer een gym verslagen. Oeh, Confusion. Hoppa, bam. Oké, deze is niet zo moeilijk. Het is gewoon een Misdreavus. Ik bedoel, kom op. Wat moet je nou van verwachten? Ik heb echt een kut team trouwens. Het is echt gewoon een poep Pokémon team. Maar voor deze plek, super nice. Let's go. We gaan gewoon alles gewoon helemaal afmatten met allemaal sterkste Pokémon tegen hem. Ik ben een goede Pokémon trainer blijkbaar. Ik kan dit wel. En Flame Wheel. En dood! We hebben de gym verslagen! Yes! Slime Founds, Ghostly Powder, Firefart level up, Hans Lepel level up, Psybeam was learned. Yes! Psybeam? Oh, dat is nice. Sage Master, you deserve it. Ik heb een nieuwe badge! Yay! Shadow Ball, nice. Ik heb 3 badges te gaan, dus dat is nice. Nou jongens, who are you gonna call? You beat Morty, oh faal. Want het heeft natuurlijk Ghost, ja, Ghost Pokémon en Ghostbusters. Ha! Even kijken, ik ga gewoon even healen, fuck dit. Zullen we even een klein stukje in de Pokémon, of in de grot rond gaan lopen? Even kijken of we een pickaxe kunnen fixen. Want dat schijn je hier te kunnen halen. En dat is super handig natuurlijk. Dan komen wij natuurlijk weer een stukje verder. Ik ben benieuwd hoe de... Oh. Volgens mij kan je een quest krijgen van iemand. Want die Pile of Bones, daar moest je iets mee doen. Kan ik met jou iets? Oké. Moet ik naar iemand toe? Moet ik met iemand praten? Even kijken. Moet er niet een quest? Volgens mij had ik al een quest. Moet ik iets voor jou doen?
Mm, hij is de last miner. De rest is allemaal dood. Oeh. Creepy, scary. Oeh. Ik weet niet waar ik heen moet. Ik denk dat ik gewoon... Ergens gewoon die cave door moet lopen. En daarna pas al die shit moet opgraven. Oh, ja. Pokémon. Natuurlijk. Gewoon rennen. Een Zubat. Ik heb zelf een Golbat. Why would I ever? Oké, let's go down. Oh, kan ik gewoon niet verder. Oh, Pokéball. Een Pokéball! It's mine. Oh, een Golbat. Laten we gaan. Stomme Golbat, ik heb jou al. Ghostly Powder, daar heb je ook geen zak aan. Zit hier allemaal onder. Nog een trappetje. Zit hier niemand? Moet ik niet met iemand praten ofzo? Of zitten er geen trainers ofzo? Let's go, stupid Zubat. Ah, ook niks. Waar ben ik eigenlijk helemaal heen gegaan? I have no idea what I'm doing. Oh, daar zit een... Daar zit een psychic Pokémon. Ik denk een Mr. Mime. Of een... misschien is het wel een Gastly. Dat is fucking vet. Escape. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet waar ik heen moet. Hier in ieder geval niet. In ieder geval dat hier een Pokémon zit. Oh, natuurlijk niet. Ja. Was ik wel links geweest? Volgens mij niet. Dan kan ik ook even heen gaan anders. Oh, jawel, was ik wel geweest. Ik kan ook helemaal niks mee met die bones. Even kijken. Waarheen? In ieder geval niet hier. Waar de fuck moet ik heen? Oh, hier is ook nog een huisje. Oh, nog niet in geweest. Oké. One Piece on TV, yay. Waar moet ik heen? Ik heb niet met iemand praten die mij iets kan geven of zo. Of een opdracht. Geen idee waar ik heen moet. Ik zou toch zeggen dat je iets moet doen? Hier ook niet. Of course not. Er is gewoon helemaal niemand. Er is gewoon helemaal niks. Nou, we zullen de volgende aflevering denk ik pas zien. Ik heb geen idee wat ik moet doen. Move along. Nee, helemaal niks. Is er in mijn huis? Zit er iemand in mijn huis? Nope. Moet ik iemand bellen? Moet ik in het Pokémon Center met iemand praten? Is dat ook nog iemand? Ah, jij. Ja, leuk. Leuk, joh. Boeien. Even kijken. Oh, hier zitten heel veel mensen. Oh, hier zit iemand met een aanbieding. 3 repels. Oh. Nice. Give me that. Ik heb maar geen zak. Daag. Hey. Dat wisten we al dat we, als ik wat beters deed. Even kijken. Wat heeft hij allemaal voor moois? Infinity Stones, hot drinks, feels frozen. Stadsensor. Ik heb geen zak aan. Nou, lekker dan. Nou, let's go. Nou, ik heb geen idee wat ik moet doen. Geen idee. Misschien hebben we iets in de dingen zitten. Even kijken hoor. Nav unit. Oh, naar beneden. Oh, dit is handig. Ik wist helemaal niet dat dit er was. Dat is een TomTom. Ik heb gewoon een TomTom. Ik ga ze de nav unit volgen. Kijken wat er gebeurt. Verder naar beneden. Hey, is het een Seedot? Oké. Okay. Oh, ik zie het al. Nou, moeten we terug naar mijn huis dus. Verdomme! Dan kan ik later pas travelen. Kom op. Escape, daar. Tot die kut Pokémon hier niet nodig. Okay, let's go. Oh, hier zit toch een... Een Houndour. Een Houndour of zo. Oh, die wil ik wel hebben. Zou ik die ook nog even bevechten? Laat ik het gewoon doen. Fuck dit. 3, 2, 1, let's go. Ik heb wel de verkeerde Pokémon mee trouwens. Kut. Maakt niet uit. Laten we gewoon proberen. Dat is goed tegen hem. Oh, een water Pokémon natuurlijk. Item. Tetra element. Water. Hoppa. Ja, ik heb er helemaal niks tegen hem. Laten we gewoon proberen. Disable.
er helemaal niks meer kan. Misschien kun jij iets van Confuse Ray doen. Nou, dat was mis, helaas. Corrupte Pokémon, steringsterk. Die Houndoom is fucking cool. Houndoom is fucking cool. Ik wil hem. Ik vind het echt een zieke Pokémon. Quick Attack. Dan heb ik allemaal qua Bubble Beam, Water Gun. Ah, Bubble Beam is beter. Bam! Fuse Ray. Mes, weer. Verdomme. Doe gewoon een goede aanval. Verdomme. En mijn camera is natuurlijk helemaal blurry. Confusion. Dat zeg ik helemaal niks. Nope. Ik had andere Pokémon's mee moeten nemen. Ik heb echt de verkeerde Pokémon's meegenomen hiervoor. Nou ja, we kunnen het winnen. Als hij een Confuse Ray een keertje raakt. Juist. Nou hit hij zichzelf misschien een paar keer. Oh kut, het was natuurlijk niet nuttig. Kan ik niet thuis wisselen van Pokémon? Oh wacht, item. Ik kan toch gewoon van dingen wisselen? Moet ik een stat sensor er even op gooien. Oké, okay. Oh hij heeft niet zoveel health. Oh, dat moet wel lukken. Laat maar dan. Even kijken hoor. Kun je iets van Stonish doen of zo? Doet dat wat? Hij doet niet zo heel veel, nou ja. Oh, het kost niet zo heel lang voordat we hem dood hebben, denk ik. Miracle Eye, ik weet niet wat dat doet. Denk iets sterks. Quick Attacks gewoon blijven doen. Kijk, hij heeft maar 2000 HP, dus het valt reuze mee. Hoppa. Disable. Bubble Beam. Kijk, oh, vuuraanval op ons allemaal. Tuurlijk, dat soort aanval heeft hij natuurlijk. Quick Attack, ja. Ik heb niet echt veel keus. Zo. Wing Attack. Gewoon blijven aanvallen, dat komt wel goed. Kom op, hij moet bijna dood zijn. Nog eventjes. Dit is wel een van de ziekste Pokémon's die ik heb. Die ik ga hebben in ieder geval. Ik vind het zo'n coole Pokémon, hè, die Houndour. Ik vind het wel vergelijkbaar met Growlithe. Maar dan met een Dark-type erbij. Dat is fucking cool. Gewoon Disable blijven doen. Alles wat hij doet, mag hij niet meer doen. Kom op, hij moet bijna dood zijn. Wing Attack. Het is wel een zieke Pokémon. Bubble Beam. Deze hadden we beter kunnen gebruiken bij Morty dan... hoe heet het? Dan Flame... Fireheart. Juist! Hij is dood. Yeah! We noemen jou... even kijken, we noemen jou... Dark Dodge. And done. Dark Dodge went to the PC. Hi. Yay, we got it. In ieder geval jongens, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren, te liken, te favoriten, te commenten. Hoop ik jullie de volgende keer weer te zien. En tot dan, zeg ik, later!